Yo Nintendo fans, we gaan beginnen met een nieuw Mario avontuur. En dat is Paper Mario, de Origami King. Deze game is namelijk vandaag uitgekomen en het draait om papieren Mario. Ja hoor, daar zijn we dan in de origami wereld van Mario en Luigi. Kijk ze, dan gaan we gewoon Mario Kart spelen. Dit is gewoon Mario Kart. Dit is toch leuk broer, lekker met z'n tweeën op weg naar een of ander festival. In een kartje, lekker man Luigi. Wacht. Zo, als we naar een festival gaan, dan moet ik me er wel even op kleden natuurlijk. Wat stond er op de uitnodiging? Een origami festival. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik kan trouwens niet wachten om Princess Peach weer te spreken. Die hebben we al zo lang niet meer gezien. Nou, let's go. Ga even die nitro erin, die paddenstoel in je kart. Hoppakee, let's go. Oh, dit ding zit zo strak. Oh, dit ziet er super gaaf uit. Kijk al die kleuren, jongen. Wow. Ze hebben er even flink werk van gemaakt hier zo bij het kasteel van Peach. Daar zijn we dan, Tooddorp. En daar is Peach Kasteel. Tooddorp, maar het is wel een beetje stil in Tooddorp. Het is toch een festival gaande? Waarom is het zo stil hier zo? Hallo, iemand? Waar is iedereen? We zijn toch niet te laat, of wel? Mario, wil je de uitnodiging nog een keer bekijken? Misschien zijn we wel te vroeg. Je bent uitgenodigd voor een origami festival in Tooddorp. Datum? Ik snap deze datum niet. Is dit een goede dag? Oh ja, nou, dat is vandaag. Laten we een kijkje nemen in het kasteel. Misschien is iedereen wel binnen. Ja, goed idee, Luigie. Lekker. Vroom, vroom. Vroom. Dit is zo cool. Dit ziet er echt uit als die oude Mario Kart games. Ja, het is hier echt veel te stil. Waarom is het zo stil? Het ziet er zo vrolijk uit, maar het is helemaal niet vrolijk. Oké. Er ging zomaar een deur open daar. Kijk trouwens, die giraf origami. En die linker, wat is dat aan de linkerkant? Is dat een kat of zo? Een paarse kat. Denk niet aan de paarse kat, jongens. De rest van deze dag, denk niet aan een paarse kat. Denk niet aan de paarse kat. Daar is die, een mooie kasteel van Princess Peach. En die is niet origami. Alleen de vlaggetjes zijn misschien origami. Oké, daar zijn we. In Peach Kasteel. Ja, Luigi die gaat even parkeren. Hij wil geen parkeerbon. Net alsof hier de parkeerpolitie is. Sorry voor het wachten, broer. Kom, laten we nu maar meteen naar de prinses gaan. Jongens, ik ben heel erg benieuwd wat jullie van deze game gaan vinden. Doe sowieso even dat blauw duimpje omhoog. En abonneer als je meer Mario, Paper Mario, de Origami King wil zien. Dan ga ik lekker hier naar binnen in Princess Peach, de kasteeltje. Ja, ik vind het er wel leuk uitzien. Het is super kleurrijk allemaal. Ik ben benieuwd of het in het kasteel ook zo kleurrijk is. Want ik heb zo'n voorgevoel dat het hier duister is. Het is hier ook al zo verdacht stil, zegt Luigi. Er zijn zelfs geen toads om ons te verwelkomen. Mama mia. Ja. Ons cadeautje ligt nog in de kaart. Ah, Luigi. Ben je weer wat vergeten, jongen? Hoe kom ik nou buiten als die deur op slot is? Ja, duurt dan maar zonder cadeautje. Je moet gewoon Mario vinden, toch Mario? Luigi? Oh, wacht. Luigi is zo derpy. Luigi denkt dat we de sleutel moeten gaan zoeken en we moeten Princess Peach gaan zoeken. En Luigi, oké, die gaat er gelijk vandoor. Dit kan nooit goed aflopen, jongens. Oké, let's go. In het kasteel van Princess Peach. Waar het verdacht stil is. Hallo? Mario, ben jij het? Leuk je weer te zien. Zeg eens. Moet het paddenstoelenrijk niet worden uitgevouwen om het daarna in volle glorie te hervouwen? Nee, Peach. You got that wrong. En dan heb je nog die toad. Kunnen we die niet voorgoed het zwijgen opleggen? Dude! Peach, hier de Snickers. Je bent niet jezelf als je trek hebt. Hashtag ad, hashtag spon. Goed. Laatste vraag. Wil je jezelf opvouwen om je als herboren te voelen zoals ik? Nee, Peach. Doe eens normaal. Fout antwoord. Goed antwoord. Het maakt geen enkel verschil. Je antwoorden zijn flinterdun, net als jij. Nice. Vaarwel. Peach, ik moet even met je babbelen. Dit gaat helemaal niet goed. No! Wat? Al die enemies, die zijn ook hier. Wat? Jij valt ook altijd graag met de deur in huis. Ben je hier ook voor het origami festival? Ja, ik ook. Wat een briljant idee om de wachtruimte van het festival aan te kleden als een kerker. Ze hebben nog helemaal niet door dat wij gewoon gevangen zijn genomen. Heb jij koning Bowser gezien? Jazeker. Die is hier. Het is niks voor hem om zijn onderdanen zomaar achter te laten op een evenement. Hey, Goomba. Yo. Ik ben een grote fan en ik heb altijd al tegen jullie vechten. Het zou een eer zijn om platgetrapt te worden door jou. Prinses zag er toch anders uit dan Goomba zich had voorgesteld. Minder levendig. Ja, het leek wel een of ander spook, joh. Hey, Shy Guys. Zijn jullie ook lekker van de partij, jongens? Meekomen jullie. Super, nou wie gaan we doen? Ik heb nog nooit een toad gezien. Laat alsjeblieft een toad zijn. Die Goomba is gewoon de ultieme fanboy. Super nice. Oh, wij mogen niet mee. Shy Guy, man. Doe niet zo lullig, joh. Mario, ben jij dat? Hallo?
Ik hoor stemmen. Ik heb je hulp nodig. Ik ben hier op een vreemde plek. Het is hier krap en donker. Alsof ik ergens in tussen dimensie zit. Ik weet niet of ik verwonderd of bang moet zijn, maar ik ben het allebei. Wie is die stem? Die heeft er nu genoeg van en die wil het heel graag weg. Nou, ik wil hier ook weg, want ik bedoel... Oh, wat? Wat was dat? Zag ik iets oplichten onder je voeten? Is dat een tovercirkel? Dat is goed nieuws. Kun je eens proberen of je er iets mee kunt doen? Ja, wacht even. Eerst even kijken of hier nog meer is. Kijk, ik bedoel maar. Hoppakee. Een hamertje, jongen. Hoppa. Kan ik die kisten... Ja hoor, ik kan zeker die kisten kapot maken. Oh, wat? Daar is een uitgang. Maar eerst moeten we iets doen met die ronde cirkel daar. Hallo? 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 Waarom kan deze... Oké, die gaat niet kapot. Maar bam. Oh. Niet bam, niet bam. Vouwarmen. Heb ik vouwarmen? Dat klonk goed. Zie je armen er nu lang en gevouwen uit? Wat is dit nou weer? Zou Mario nu ook naar arms gaan gewoon met die armen? Hier heb ik van gehoord. Dit zijn namelijk vouwarmen. Nou, helemaal top. En daarmee kunnen we diegene helpen om uit de tussendimensie te stappen. Oké. Waar ben je? Oh, wacht. Daar. Hoppakee. Yo. Hallo? Hallo, eindelijk ben ik verlost uit die rare tussendimensie. Ja, is dat gewoon achter het behang geplakt? Dit is Olivia en die wil vast wel weten wie ik ben en waarom ik hier opgesloten was. Nou, vertel, even in het kort. Oh, ze heeft er geen tijd voor. Mooi, ik ook niet. Ik wil verder, jongens. Let's go. Oké, we gaan er vandoor, jongens. Hallo? Anybody here? Even kijken waar we zijn. Volgens mij is dit de kerker van het kasteel. Ja, dat lijkt me wel. Maar daar waren we net ook al, broertje. Oh nee, zusje, Olivia. Kan deze deur open? Nee. Deze deur open? Nee. Oh, wat? Hoor ik daar Bowser? Bowser! Hallo? Bowser is opgevouwen. Nice. Wie komen daar aan dan? Wat is dit allemaal? Wow, oké. Het zijn tovenaars, jongen. Wat is dit? Nee. Bowser wordt helemaal gek, joh. Die ziet al zijn onderdanen opgevouwen worden. Dat was de laatste. Nu alleen nog die snorremans. Maar ik ben al lang weg, vriend. Kijk, nu kan ik hierin. Nice. Bowser. Yo. Mario, wil jij het echt? Nou, maar wacht joh. Bevrijd mij uit het onding. Zelfs jij moet toch weten dat je een hoogheid zo niet behandelt. Olivia zegt, heeft iedereen in uw koninkrijk alleen maar een gezicht? Dat tuig heeft me in elkaar gevouwen, gekreukeld. Hij bespaart me de details. Het belangrijkste is dat ik de grote koning Bowser ben. Ik beveel jullie mij nu te bevrijden en te ontvouwen. Goed Mario, doe me een plezier en maak me nu eens eindelijk los. Dat is een bevel. Jij gaat mij niet vertellen wat ik moet doen, vriend. Maar... Oké, je gaat een geheim verklappen als ik jou bevrijd. Ga ik samenwerken met Bowser? Dude, met jou? Oké, wacht Bowser. Ik moet... Nee, wacht. Ik wil eerst die kistjes kapot maken, maar dat gaat niet. Nou, oké, let's go. Oh, ik dacht heel even dat ik helemaal zou ontvouwen, zegt Bowser. Er is hier ergens een verborgen uitgang. Die domme dwaze schurken die hadden het erover. Oké, Bowser, let's go. Kom je mee? Ik denk dat hij hier dus ergens. Als ik nou hier opspring en hierop, kan ik dan... Ja. Oké, dan. Magic. Ah, kijk. Hoppakeetje. Bowser, let's go. Maar waar is Luigi, jongens? Luigi, waar ben je? En wat is dit voor blok? Oh, hier kan je opslaan. Oké, cool. Kijk die Bowser nou. Achter mijn adem huppelen. Oh, die wordt al moe. Oh, rustig aan. Ik loop al op mijn tandvlees. Nice. Niemand laat Bowser zo rondlopen. Ik bedoel, ze doen het wel, maar... ze komen er niet bij weg. Ben je al moe, Bowser? Hier. Oké, we gaan naar buiten, Bowser. Frisse lucht, jongen. Lekker, hoor. Hoppakee. Hallo? Oh, snap. Het is de gele Shy Guy, jongen. Waarom ben je nog zo plat? Waarom heb je je gevouwen glorie nog niet gevonden? Oh, ja. Nu snap ik hem. Mario en Bowser zijn op dit moment nog gewoon papier. We zijn nog geen origami. En de rest is natuurlijk allemaal origami nu. Aha. Wij geven je nu een nieuwe vorm, zegt Peach. Nou, ik denk het niet, vriend. Vriendin. Geduld, prinses. Dit is prima. Dus jij bent Mario, die held op wie de prinses altijd zo vertrouwt. Ja, jij bent uit het juiste papier gesneden, ongekreukt.
heldere kleuren. Ik zie het al voor me. Wat denk je ervan? Zet je je papieren lichaam in voor een goed doel? Of moet ik je verfrommelen? Natuurlijk sluit ik me niet bij jullie aan. Wat denken jij? Antwoord maar niet. Voel de kracht van origami zelf maar. Gevouwen soldaat, treed naar voren! Hallo? Oh snap. Oh nee. Ja, Goomba die wilde altijd al met mij battelen. Maar ze zijn zo emotieloos nu ze zo origami zijn. Goomba zegt, ik heb zelfs niet één toot gezien. Buig en plooi voor me. Oké, let's go. Battle. Oké, Mario is boos. Kijk hoe boos hij kijkt. Oh nee, is dit je eerste gevecht? Ja, zeker. Die platte papieren lui zijn gevouwen in origami geworden en we kunnen het niet meer terugdraaien. Lijkt misschien gemeen om tegen ze te vechten, maar als we dat niet doen, vouwen ze jou straks ook om. Verplaats de vijand. Ja, dit is dus een grote draaischijf en je moet ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk allemaal in één rij staan, want dan kan je ze allemaal tegelijk aanvallen. Dus die moeten we nu daar naartoe draaien en dan hoppakee. Mooie opstelling, aanval omhoog. Vier Goombas op een rij. Nu richten we anderhalf keer zoveel schade aan. Kijk, lekker. We kunnen blijkbaar aanvallen met schoenen of een hamer. Ja, nu gaan we dat met de schoenen doen. Let's go. Dan pakken we ze waarschijnlijk alle vier achter elkaar, of niet? Bam, 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 bam. Lekker Mario. Easy, jongen. Oh, nog een golf. Oké. Gaan jullie maar weer even terug. Zo. En met de hamer raak je tegenstanders die dicht bij elkaar staan. Dus niet die achter elkaar staan, maar die naast elkaar staan. Zo, splash hem met de hamer. Hoppa. Baba shy guy. Dus je moet tactisch nadenken welk wapen je gebruikt voor welke vijanden. Hoppakee, monies, jongen. Monies in the bank. Oké, doei. Misschien moet ik mijn ware aard eens onthullen, zegt deze shy guy. Jij bent geen echte shy guy, hè? Jij bent een neppe shy guy. Jij bent. Oh, een wannabe koning? Oh, de broer. Hallo, ik ben je broer. Nou joh, kom er ook gezellig bij, zou ik zeggen. Broer, wat is jouw naam? Bowser zegt, oei, familiedrama. Hoe vaak heb ik je niet gezegd dat je moest ophouden met die onzin? Stop ermee! Waarom kon Mario je niet gewoon in die muur laten zitten waarin ik je had opgesloten? Zusje, als je mijn ambitieuze plannen wilt dwarsbomen, ben je geen familie meer van mij. Dan zul je nooit in mijn glorie delen. Oh, trouwens, ik ben niet langer dan je broer Olly. Ik ben koning Olly. Aangenaam kennis te maken, Matty. Wat een gezelligheid hier, zeg. Waar ga je naartoe dan? Tegen de tijd dat ik klaar ben, zullen al die ellendige toads gebukt gaan onder de kreuken. En de flinterdunne onderdanen van Bowser worden herboren als gevuilsoldaten die mij dienen. Oh, we hebben gewoon een hele nieuwe bad guy. Die gewoon de original good guys en de bad guys allemaal wil domineren. Ah, oké, Olly. Let's go. Kom dan. Oké, misschien dat ik dat niet moet zeggen, want er gebeurt nu van alles en nog wat. Oké. Ja, dit ziet eruit als grote problemen, jongens. Doe eens normaal met al die papiertjes, joh. Hallo? Oh, nice. Kom ons redden. Lekker, hoor. Er is tenminste nog één shy guy over die ons komt redden. Lekker. Wegwezen nu. Oh man, dat kasteel ziet er niet goed meer uit. Het is wel mooi ingepakt als een verjaardagscadeautje of zo. Wat? Neemt hij het gewoon helemaal de lucht in mee? Holy crap. Wat gebeurt er allemaal, joh? Olivia kan het ook niet meer aanzien. Kijk dit, oh nee! Oh nee, daar was Luigi. Luigi is nog in het kasteel. No. Ze vliegen gewoon serieus weg. En ja hoor, boven op de berg. Nou, dan gaan we even bergbeklimmen, denk ik. Hallo, Mario. Mario hangt vast in een boom. Ja, en hoe dit allemaal af gaat lopen, jongens, dat zien jullie weer in de volgende aflevering. Ik ben van plan om dit lekker veel te gaan uploaden. Lekker veel uploads de komende dagen op dit YouTube-kanaal. Doe even een blauw duimpje omhoog. En abonneer als je dat wil zien. En dan hoppakee, dan gaan we de volgende aflevering even Luigi zoeken. Volg me op twitch.tv als je me live wil zien gamen. En op Instagram en Twitter en overal waar je wil. Zelfs TikTok, jongens, tegenwoordig. En dan zie ik je bij de volgende video. Mazzel!